De rechtbank heeft vanmiddag celstraffen van ruim 2 tot 4 jaar cel opgelegd aan de leden van Zone 6. Zij waren betrokken bij de ontvoering van Kobus L., een rapper met wie de groep al lang ruzie had. Op een bedrijventerrein in Duivendrecht werd hij gedwongen om in een bestelbus te stappen. In de bus is het slachtoffer bedreigd. Hij is geslagen. Er is een trui om zijn gezicht geknoopt, zodat hij niks meer kon zien. Er zijn ook beelden van hem gemaakt en die zijn op sociale media geplaatst. Tegen Joel H. was 7 jaar cel geëist. Hij kreeg vandaag dus 4, de hoogste straf. De rechtbank legt hem de hoogste straf op omdat ze hem zien als de leider van de groep. En het conflict bestond tussen Joel H., de hoofdverdachte, en het slachtoffer. En Joel H. heeft eigenlijk de andere verdachte gevraagd en meegenomen in het geweld tegen het slachtoffer. Kijk, mijn cliënt is natuurlijk de meest bekende van allemaal. Hij is een bekende rapper en die heeft volgelingen, hè, normaal in de zin van legaal. Muzikaal. Maar waar nu vandaan komt dat mijn cliënt opdracht zou hebben gegeven of de leidinggevende zou zijn geweest om al die jongens te ronselen en te laten doen wat ze dan zouden hebben gedaan, dat is best een aanname op basis van, vind ik, redelijk weinig materiaal. Een van de verdachten in de zaak was Denzel Silos, beter bekend als rapper Biggie Dagoe. Maar zijn stoel was vandaag leeg. 2 weken geleden werd hij vermoord. Dat is natuurlijk in de eerste plaats verschrikkelijk nieuws voor zijn directe nabestaanden en voor de vrienden van de heer Silos. Ook onder verdachten zijn vrienden van de heer Silos en ook op hen zal dit een diepe indruk gemaakt hebben. Nou, het overlijden van Biggie Dagoe, van de heer S., is als een bom ingeslagen bij mijn cliënt uiteraard. Het waren goede makkers en dit had nooit zo mogen gebeuren. Dat is heel verdrietig en ik denk dat heel... In ieder geval Amsterdam Zuidoost, maar nog veel meer Amsterdammers en ook nationaal mensen die bedroefd zijn dat Biggie Dagoe het leven heeft gelaten. Alle partijen hebben 2 weken de tijd om in hoger beroep te gaan.